Gisteravond werd Jan Slachter live op televisie geconfronteerd met zijn hypocrisie met betrekking tot de cultuur van het annuleren. Jij stond me toch ook niet toe om deel te nemen aan een radioprogramma. Jan Slachter, de baas van Omroep Max, ergert zich enorm aan het feit dat de ene na de andere tv-ster tijdelijk geannuleerd wordt. Volgens hem gaat het te ver om iemand af te schrijven vanwege kleine misstappen of een afwijkende mening. Maar is hij wel de juiste persoon om zich te verzetten tegen de cultuur van het annuleren? Ik mocht niet komen. Gijs Groenteman denkt van niet. Hij confronteerde Jan hiermee gisteravond in zijn nieuwe talkshow Marcel en Gijs. Je hebt mij ook ooit geannuleerd bij Omroep Max, januari. Jan glimlachte, ja, dat gebeurt. Gijs, ik mocht ook niet deelnemen aan een radioprogramma, omdat er te veel grapjes over jou werden gemaakt. Jan, haha. Het is iets anders. Te veel grapjes. Gijs, hoe zat het dan precies? Jan, nou ja, kijk, zelfs de eindredacteur. Gijs, ik zou te gast zijn in Max Nieuwsweekend om over mijn podcast te praten en jij hebt het toen tegengehouden, omdat er te veel grapjes over jou werden gemaakt. Jan, hahaha. Nou, uiteindelijk, nee, maar uiteindelijk zei ook de eindredacteur, laten we het maar niet doen. Zo is het ook gegaan. Een beetje annuleren. Gijs cynisch, na een gesprek met jou zei de eindredacteur, laten we het maar niet doen. Jan lachend, nee. Hahaha. Nee, maar ik bedoel. Gijs, een beetje annuleren is ons allemaal niet vreemd, toch? Jan, nee.